Sou muito agradecida por estar aqui com vocês. Vorig jaar was Vera samen met haar man in Nederland om hem voor te stellen. En toen zei ze: ik zou het zo leuk vinden als jullie een keer naar Curitiba kwamen. O ano passado a Vera e o marido estavam na Holanda e para apresentá-lo para eles. E aí o que a Vera falou assim: seria muito legal se eles pudessem, né, se eles, o casal pudesse estar aqui em Curitiba. En op dat moment waren wij in ons werk overgegaan. We hebben uiteindelijk 25 jaar ondersteuning gehad. Hè? E naquele momento, na verdade, eles estavam mudando de trabalho. Durante 25, durante 25 anos, eles tiveram sustento financeiro. En toen konden we voor het eerst echt sparen. En uiteindelijk, dus in een jaar tijd, hadden wij het bedrag voor het vliegen hierheen bij elkaar. E justamente em função dessa mudança, por estar trabalhando agora, eles tinham como guardar dinheiro para então, dentro de um ano, eles terem o dinheiro para poder estar viajando para cá. Ik heb enorm tegen de vliegreis opgezien. Het vliegen naar São Paulo was alleen al 11 uur. Na verdade, eu tinha uma certa resistência, ou até mesmo dificuldade, de pensar na viagem para cá, para o Brasil. Porque só a viagem até São Paulo já eram 11 horas. Mas eu tive, dus wij hebben het gehaald, met z'n allen. Dan moet ik wel zeggen dat die reis van Madrid naar São Paulo, dat was 11 uur vliegen. Mas enfim, a gente conseguiu, a gente chegou todos. E na verdade a viagem de Madrid até São Paulo já eram 11 horas, né? De Madrid até São Paulo eram 11. Mas eu vind het speciaal om hier gewoon bij jullie te zijn en jullie alsnog allemaal te bedanken en speciaal wel die celgroep van Vera die voor mij gebeden hebben gedurende de operaties. Ik ben door 3 operaties ben ik daar heen gegaan. E considero especial. Mas e na verdade eu ainda considero muito especial por estar aqui hoje, né, e por poder agradecer as pessoas que oraram, especialmente a célula da Vera e todos os membros da célula, né, e durante esse tempo eu passei por 3 cirurgias, né, então as pessoas que oraram, assim, ela agradece. Ok. Good job, you're doing good job. 2 jaar voordat ik geopereerd werd, 2 dias antes de eu passar pela cirurgia, was ik bij 2 vriendinnen. Eu estava na casa de 2 amigas. En toen kreeg uiteindelijk een van die vriendinnen van mij die kreeg een beeld en ik zag het gewoon staan. E uma dessas amigas então ela teve uma visão e ela viu a sala do trono. Vol met mensen in aanbidding. E essa sala estava cheia de pessoas adorando. En ik zelf lag op een stretcher bij de Heer. E ela mesmo estava deitada numa num divã. Ah, enfim, mas enfim, ela estava deitada assim na presença do Senhor. En toen zei de Heer tegen die vriendin van mij, dat deel heeft ze al gehad. E então essa amiga disse assim, essa parte ela já teve. En zij krijgt speciale aandacht voor mij, ze is nu voor mij. Então ela assim, Deus direcionou mesmo falando para essa amiga de que agora havia um tempo especial em que ela receberia a atenção de Deus. Ik ben naar huis gegaan, maandagochtends komen we meestal samen als vrouwen, 3 vrouwen. Aí eu fui para casa e normalmente na segunda-feira de manhã ela se encontra com 3 mulheres. En een van die vriendinnen heeft me thuis gebracht. E uma dessas amigas então me trouxe para casa. Want Klaas die was al gewaarschuwd, dus dat het niet goed met mij ging. Porque o Klaas, o marido dela, já tinha sido avisado que não estava indo nada bem com ela. En Bill kan daar ook over mee vertellen.
E o Willem pode estar também contando, enfim, essa experiência. In elk geval, twee dagen later viel ik van de saltrap naar beneden op de overloop. E então dois dias depois ela caiu da escada do sótão. En ik lag daar bewusteloos. 's Morgens vroeg om 8:30 was dat, hè, Klaas? Ja. E eu estava então em coma, deitada ali em coma, isso era umas 8:30 da manhã. En toen ben ik dus uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis geraakt en toen kwam ik. E aí eu fui levado às pressas pro hospital. En toen ben ik eerst onderzocht op een hersenschudding. E aí primeiramente eu fui, na verdade foi investigado para ver se tinha sido um derrame. En toen werd er een scan gemaakt en toen bleek er dus een enorme tumor te zitten bij mezelf. E aí então foram feitos os exames e visto que na verdade era um tumor. Ja. En toen is er uiteindelijk besloten dat ik 's middags met spoed geopereerd moest worden. E aí então foi decidido que naquela tarde eu seria operada à emergência, assim, de forma bem rápida. Ik weet nog dat Klaas liep met me mee naar de operatiezaal. En dat hij tegen mij zei van, weet je wel hoe erg het is? E aí então, quando o Klaas estava indo com ela para a sala de cirurgia, foi perguntada a ela, você sabe o quanto de risco envolve tudo isso? En toen zei ik tegen hem, toen had ik even een heel helder moment. Als ik kom te overlijden, dan zet ik jullie vrij om te hertrouwen. E aí então ela naquele momento ela teve um momento de muita clareza e ela falou assim, se eu chegar a falecer, eu desde agora já te libero para você casar novamente. Yeah. Just going to have esperando por isso mesmo. Maar gedurende die operatie kreeg ik 3 beelden. E durante aquela cirurgia eu tive 3 visões. Het eerste beeld was dat ik een kamer zag, goudkleurig. E a primeira visão foi que eu vi uma sala, um quarto dourado. Ik zag een kruik met een gat erin en er kon een centimeter in. E ali eu vi então um vaso e naquele vaso cabia centímetro. Um centímetro, um centímetro com um milhão. Não, centímetro de rola. Ok. Yeah. E ali então naquele vaso tinha um buraco e ali tinha cabia uma régua dentro. Ou, na verdade não é uma régua, é um daqueles que você, não sei o nome, trena, enfim, que você consegue rolar. Então hoorde ik een stem en die stem zei, jouw tijd, jullie tijden zijn bepaald. E aí então ela ouviu uma voz que dizia, os tempos de vocês são determinados. Yeah. Het tweede beeld wat ik zag was een weg en die eindigde bij een balkenplatform. E aí a segunda visão que ela teve foi de uma estrada e esse terminava numa plataforma de madeira. En ik moest die balken tellen en toen telde ik 15 tot 16 balken. E ela precisava contar essas madeiras que tinham, na verdade eram palanques que tinham ali daquela plataforma e ela contou de 15 a 16 palanques ali de madeira. E a partir daquele momento ela via uma estrada que subia bem devagarzinho para cima. En toen hoorde ik weer die stem en die zei, dat zijn de jaren die je nog gaat krijgen. Amém. E aí então ela ouviu novamente a mesma voz que dizia, esses ainda são os anos que você ainda vai ganhar. En het derde beeld wat ik zag was een kamer, ook goudkleurig. E a terceira visão que eu vi foi novamente de um quarto dourado. En daar zag ik allemaal soorten kerstballen. E lá tinha bolas de Natal, aquelas bolas de Natal mesmo. Knal rood, tot knal groen, tot knal blauw. De cores bem fortes, vermelho bem forte, azul bem forte, verde bem forte, enfim, eram cores bem fortes e vivas. Ja, en al die kerstballen die waren bespikkeld met zwart.
E todas essas bolas, elas eram, tinham pontos pretos nelas. Então, Rory veio stem e disse: "This is the kerk." E aí, então, ela novamente ouviu a voz que dizia: "Essa é a igreja." Ik ben uit die operatie gekomen en uiteindelijk twee weken daarna hoorde ik dat ik de meest ernstige vorm aan kanker dus in mijn hoofd had hebben. Ja, en aí, depois então de duas semanas da cirurgia, ela saiu e aí ela ouviu que o câncer, o tumor que ela tinha e tem, né, na cabeça dela era a forma mais grave. Ja. En ik weet nog toen de dokter dat zei. Daar zat Willem ook bij. En twee van onze andere kinderen, drie kinderen waren erbij. E aí eu lembro ainda que naquele momento, depois na verdade sentado junto com o médico, estavam presentes mais três dos nossos filhos. Omdat ik de meest ernstige vorm, graad 4 aan kanker had. E então esse médico falou que ela tinha a forma mais grave de câncer, que seria o grau 4. En dat ik hooguit een half jaar tot twee jaar nog te leven had. E que no máximo teria de meio ano a dois anos de vida ainda. En toen was het zo speciaal van als je nagaat hoeveel kaarten ik wel heb gehad, waren meer dan 1000. E aí então se for pensar na quantidade de cartões que eu recebi, mais de 1000 cartões. En er was een kerk bij waar wij van oorsprong uiteindelijk uitkomen, de Pinkstergemeente. E numa dessas desses cartões, enfim, eram de uma igreja específica que era de uma igreja pentecostal, onde a gente é originalmente. En daar was een groep die ook voor mij aan het bidden en vasten was. E lá havia um grupo que orava e jejuava por mim. En tot mijn verrassing kregen we toen vanuit Brazilië te horen dat daar ook voor mij gebeden werd en gevast en dat deed mij heel veel. E naquele momento eu também ouvi então que havia um grupo aqui no Brasil que orava e jejuava por mim. Isso na verdade mexeu muito comigo. Ik ben door het hele circus heen gegaan met bestraling plus chemo. E na verdade eu passei por todo esse processo com radioterapia e quimioterapia. Plus 6 keer chemoterapie. Mais seis sessões de quimioterapia. We hebben dus uiteindelijk hele zware jaren gehad, maar ik ben heel dankbaar geweest te zien en te horen. Ik heb ook verschillende profetieën gehad. Mas na verdade assim, esses anos foram bem pesados e difíceis, mas ao mesmo tempo foram anos especiais onde eu pude ver assim esse cuidado de Deus e recebi profecias também. Ja, dat ik niet zal sterven, maar ik zal leven voorlopig. Que por enquanto eu não vou morrer, mas eu vou viver. Amém. En we zijn onderhand zijn we dus meer dan 2 jaar verder. En voor Willem was het ook heel belangrijk die 2 jaar. E na verdade agora já se passam mais de 2 anos. E esse marco, assim, né, de ter passado esses 2 anos foi muito importante e também pro Velo é um marco importante. Dat wij hier dus nu uiteindelijk kunnen zijn en dat ik hier dankjewel mag zeggen aan jullie allen die voor mij hebben gebeden. Né, o fato de estar hoje aqui e ao mesmo tempo também de poder agradecer a vocês e por terem orado por mim. Het is geweldig om Vera hier te zien zitten, samen met haar man. É muito bom. Poder ver a Vera aqui sentada junto com o esposo dela. Até aqui.